Welcome back everybody en welkom terug op het kanaal van UGX Mysterious. En vandaag een nieuwe gameplay voor jullie. En de gameplay is Domination Ground War op eigenlijk gewoon Terminal, GCR eigenlijk. GCR, denk je, what the fuck. Die heb ik gewoon ingesteld en daar ging ik best wel goed mee, ging best wel beast mee. Ik speelde hier ook overigens met Riley, een maat van mij op de Xbox waar ik heel vaak mee speel. En die hadden volgens mij ook nog zijn MOAB. Dus we hadden een dubbele MOAB, of dubbele MOAB. Ik had een MOAB, hij had een MOAB, is een bro-op. En dat is natuurlijk weer lekker. Ik ging uiteindelijk 76-8 geloof ik. En er was nog een tijd dat er echt minder mensen aanwezig zijn. Maar de gameplay is niet zo boeiend, is niet zo spectaculair. Ik rush niet zoveel. Dit is gewoon een behoudende gameplay. Hoe je ook, tenminste op Terminal, vind ik altijd een verschrikkelijke map als ik eerlijk ben. Je kan er niet in gaan, want die gasten gaan lopen soms niet door. Of je kan zelf niet doorlopen. En dan krijg je van dit het taferelen dat je een beetje staat te headglitchen. Oké, ja, dat heb ik alleen bij Terminal een beetje laatste tijd. Dat gewoon rustig spelen op Terminal en dan kan je je MOAB meestal wel halen. Want die spans zijn best wel simpel eigenlijk als je B en C hebt. Dan spannen ze richting de A-vlag en dan zul je direct ook zien hoe makkelijk het is om mensen te killen. En zeker toen er nog twee man waren, hoe makkelijk ze eigenlijk doodgingen. Tenminste, hoe makkelijk die spans zo verdraaien en hoe makkelijk het voor mij is om hun dan zo te killen. Dus dat is eigenlijk een beetje over de gameplay. Een beetje over vanmiddag. Vanmiddag zat ik weer even lekker te spelen MW3 met Arjen. Daarom heb ik ook niet veel Black Ops 2 gespeeld. Gisteravond ook niet veel tijd gehad. Ik heb veel huiswerk gemaakt en alles. Was gewoon moe, was een beetje ziek. Dus ja, toen had ik eigenlijk niet zoveel trek in om te gamen. Maar dat komt wel natuurlijk weer. En dan zie je dat ook wel weer. Maar ik en Arjen zaten een beetje MW3 te doen. En daarna heb ik wat footage opgenomen voor een fun video, troll video-achtig iets. Dat zullen we allemaal wel zien wanneer dat klaar is. Want ik moet toch wel even een paar mensen verontschuldigen. Die op, wat was het? Arcaden zaten er een paar subscribers volgens mij van mij erbij. Want die noemden mijn naam. Die wisten mijn naam. En die zaten mijn naam te noemen en die dachten ook van, what the fuck, Erik, lol. En zo zei ze allemaal, dat hoorde ik allemaal wel, want ik zat wel in een Skype-gesprek met iemand in een call. Ik hoorde natuurlijk wel de PlayStation 3 stemmen. Ik kan niet terugpraten naar hun, maar ik hoorde hun stemmen wel. En dat was gewoon even soms grappig naar te luisteren. Maar voor die mensen die ik toen gekild heb, sorry met mijn RPG en zo. Ik zal het niet meer doen, want het is gewoon even voor footage die ik moest halen. Dus je zal wel in een gameplay tevoorschijn komen, misschien. Ik hoop het niet. Ja, tenminste, je komt misschien wel in die gameplay voor. Want als ik jullie kill, dan zal je er misschien in voor staan. Het is misschien geen mooie kill. Nou ja, het is nou eenmaal zo. Dat moet je maar te lieve nemen. Maar alvast respect voor diegene die in dat potje bleef. Want ik zat toch een beetje irriterend met een RPG te spelen. En ik heb er wel mooie. Ik heb denk ik de footage gehaald die ik moest halen. En halverwege ben ik gewoon weggegaan. Want dat is dan ook weer zonde om dan een heel potje tegen een team te gaan RPG'en als ze me kennen. Dan denk ik ook van, ja, ik denk niet dat die subs me nog aardig vinden. Maar nee, ik heb ook even nog hun een message gestuurd van, ik ben gewoon even bezig om footage te halen voor een fun/troll video. En ik hoop dat we hem af kunnen krijgen. Ik hoop dat we, want we, ik doe het met nog iemand. En dat zul je gewoon allemaal wel zien op mijn kanaal. Dat is allemaal wel gewoon zichtbaar. Maar ik moest gewoon ook nog natuurlijk een commentary voor jullie inspreken. En dat is deze commentary geworden. Het is, wat ik net al zei, gameplay op Terminal. Terminal is toch wel op zich een makkelijke map. Zeker als je die spanpunten probeert om eigenlijk een beetje bij elkaar te houden. Is het een super simpele map. Je denkt hier ook, hoeveel man zijn hier nog? Hier waren er nog maar 3 of 4. Dus het zat niet echt mee. En dan moet je gewoon, als je weet dat er nog zo weinig man over is, moet je proberen door te pushen naar A. En dat deed ik ook goed. Want als jij nou doorpusht naar A, je weet, direct spannen hun bij A. Altijd, want het zijn er maar 2 of 3. Dus het is dan heel, kijk, hier gaat er nog één weg. Weer host migration. De eerste host migration volgens mij. En dan bleven er nog 2 over. 2 man over. En dan is het gewoon eigenlijk kut. Want iedereen zit eigenlijk te A's op die kills. Ik was blij dat die groene een beetje stil bleven zitten. En ik hier uiteindelijk die kills kon pakken. Want je zal het hier direct ook zien. Die groene gaat bij A dood. En daardoor blijven deze gasten hier bij mij heen spannen. Je moet nou maar eens opletten hoe ze direct spannen bij mij. Echt grandioos voor mij natuurlijk. Om mijn killstreak verder te krijgen. En af en toe liepen ze net aan de verkeerde kant op. Maar dat werd weer door de teammaten goed opgevangen. Dus daar was ik blij om dat ze dat deden. En de tegenstander deed het ook goed. Want soms zaten ze aan te cappen een speler van mij. En dan
Ja, daar haalden ze me toch misschien wel vanaf. Maar hier zie je het. Hier spannen ze gewoon hier in dat gebouwtje. Daarna spannen ze richting A. Je zal het zo zien. Kijk, nou spannen ze hier bij A. Ik pak ze. Draai ik om, spannen ze hier achter bij me. Draai ik weer om, want ik reload even snel. Spannen ze weer bij A. En zo ging het even een paar keer op en neer. En dit zijn super makkelijke kills voor mij. Hier, ik zie ze weer spannen. Ik kan ze weer killen. Spant er weer eentje op A. En zo bleef het heel even doorgaan. Totdat er nieuwe mensen bij kwamen. En toen moest ik toch wel weer even oppassen. Maar dat is echt zo simpel. Als er zoveel weinig man zijn, moet je maar opletten. Als jouw teammaten goed staan, spannen ze of binnen bij A of daar rechts in dat hokje. En dat had ik allemaal goed in de gaten gehouden. Hier ging ik er ook overigens een beetje volledig in. Om toch een beetje interessant te maken. En voor hun ook een beetje de MOAB een dikkere dimensie te geven of zo. Of een dikkere dimensie, een betere... beter vier te geven. Kijk, hier zie je, ik ga er ook vol in. Ik had gewoon niet dood kunnen zijn. Had ik geen MOAB gehaald waarschijnlijk. Dat is dan gewoon jammer. Maar dat is nou eenmaal zo. Ik haalde wel een MOAB, wat ik net al zei. En ik ging op zich wel lekker. Ondanks dat er gewoon nog mensen weg waren. En ik had gewoon geluk dat ik bij die goede plek stond. Dat ik hun gelijk kon killen. Want je ziet het hier. Ik ga gewoon door als ik mijn MOAB heb. MOAB streak. Ga ik gewoon door met killen. Dus dat is echt super handig. Je ziet ze ook. Riley zat trouwens daar op het dak volgens mij. Met een light machine gun. En misschien met een sniper of zo. Ik weet het allemaal niet meer. Hij deed rustig aan voor zijn MOAB. Hij wou weer gewoon een keer een MOABje hebben. En ik vertelde hem hier al. Ik heb een MOAB. Als jij hem haalt, hebben we een bro-up. En daar ging hij voor. Dus ik zat hem ook af en toe een beetje te zeggen waar de spelers waren. Want dat is natuurlijk wel handig als je weet waar spelers zich bevinden. Dat wat ik ook die klik heb met Arjen. Die Arjen die klik ook met mij heeft. Dat wij precies weten van oké, wat wij moeten zeggen. Waar we heen moeten. Hoe wij die routes moeten lopen. En dat is natuurlijk super nice als je dat al vaker met elkaar gespeeld hebt. En dan wordt het natuurlijk makkelijker voor jezelf. Maakt het makkelijker voor iemand anders. En dan is het natuurlijk ook leuker, want dan zal je KD omhoog gaan. Je zal makkelijker winnen, je zal beter vaak streaks halen. En dan is het gewoon leuk om te blijven spelen dan. En dan zie je ook wat het resultaat soms is bij een gameplay. Soms ga ik best wel beast. En dan ben ik echt super blij dat ik sommige gameplay gehaald heb. Laatste tijd ga ik iets minder als ik eerlijk ben. Ik ben even, ik weet niet. Mijn skills zijn even verdwenen of zo. Ik zou zeggen, ik weet niet waar het aan ligt. Het zou ook kunnen zijn dat het gewoon even rust nodig heeft. Maar je zal het gewoon weer zien. Ik zal Black Ops 2 gameplay ook uploaden. En dan zal je gewoon zien wat er allemaal nog mogelijk is. Hier stond ik trouwens al 57 op 5. Kal ik mijn MOAB in, want Riley had hem ook bijna. Of hij had hem volgens mij. Hij had hem hier, daarom kalde ik hem in. Kalde hij hem daarna in. Want ik zat even te wachten met de MOAB, omdat je anders zo'n gloed hebt. En die gloed is niet zo nice. Maar dit was eigenlijk wel mijn gameplay die ik had. Ik had eindelijk 76 om 8. Maar dit was eigenlijk die dubbel MOAB die een beetje speciaal was. Hier laat ik even nog de MOAB van Riley in beeld zien. En daarna zal de gameplay over zijn. Ik wil jullie weer hartelijk danken. Like de video natuurlijk. Subscribe op mij. Geef reacties. En ik hou zeker veel van jullie. Niet gay natuurlijk. Maar echt super bedankt voor de steun. En ik zeg tegen iedereen. See you later everybody.